What the fuck mensen, welkom terug bij Krimi TV! We gaan verder met Golden Axe, vorige keer deed het spel raar, dus nu beginnen we gewoon in stage 4. En zoals je kan zien heb ik mezelf extra life gegeven, want ik was de vorige keer fucking slecht in dit spel. Oh shit. Zie je, je begint en je wordt meteen gegangbanged door fucking 3 fucking meloten. Ze hebben nog steeds druiven en knuppels en ik weet niet waarom. Nee, die knuppels zijn best logisch, maar die druiven? What the fuck? Ga je iemand slaan met druiven? Ja, dat is... Ja. Het zou niet mijn ding zijn, maar... It's a flat. Oh, jij! Oh, ga eraan! Oeh, dikke combo, hoppatee! Wil je nog een keer, hè? What the fuck? Je moet goed opletten, je kan ze hier van het randje afduwen als ze komen. Moet je zo naar onder en dan... Nee. Kun je meteen verder. Dus dat is daar een slim trucje. Deze kan dat niet mee. Misschien kan ik hem... fucking hell. Val ik aan en dan... Ik ga gewoon door. Kijk. Hoppatee. Die is nog niet dood, hè. Zoals je kan zien, je kan ze het best gewoon blijven schoppen. Want dan hou je ze op afstand en het slaan werkt gewoon niet zo goed. Wel als een van die andere twee characters speelt. Maar deze heeft zo'n kort zwaard eigenlijk. En dan heeft de tegenstander altijd een fucking lange zwaard. Dus ja, hoppatee. Zie je, die heeft veel langer zwaard. Dus dan kan ik geen fuck. Nul dood. Fucking hell, maar we gaan gewoon verder. Is nog niet dood. Het gaat even duren als ik zo doorga. Misschien moet ik hem even naar boven laten komen. Hoppatee. Hier, en dan gaat het meteen weer vallen. Dus, magic. En dan moet hij niet van het randje af gaan. Hier, what the fuck, jongen. Oh, echt nu al weg. Oké, 2 magic maar, damn. Zijn we er nu al? Muziek veranderd, dus... Jezus, die mensen is fucking zwart. Niet racistisch bedoeld. Ik bedoelde gewoon, ja, fuck, hoe lul ik me hieruit? Niet, denk ik. Oké, we gaan gewoon vechten met deze zwarte mensen. Hoppatee. Nee, ik moet het nu niet erger maken dan het al is. Oké, ik moet gewoon een beetje heen en weer lopen en slaan. Want dit is... ik ren wel naar die. Oh, nee, mis. Oh, ja. What the fuck, jongen? Zwart in je gezicht. Vieze, vuile fucking. Laat ik die zin niet afmaken. Oh, shit. Hoppatee, in je gezicht met mijn fucking hakken. Het lijken wel Urks eigenlijk. Maar, als het hakken waren, fucking naaldhak in je oog, of in je pik, en een fucking care, fucking skelet. Een skelet en een dikke man. Met druiven. Hoppatee. Serieus, met deze, je wil echt afstand houden van je vijand. Dit is meer een magic character. Maar het punt is, je hebt gewoon veel te weinig kansen om echt magic te gebruiken in het spel. Omdat er niet zoveel magic is. Kijk, als vijanden nou ook af en toe eten zouden droppen of magic zouden droppen. Gewoon af en toe een vijand die iets dropt. Zodat je dat kan oppakken en dan heb je snel weer wat magic of leven erbij. Dat zou gewoon heel erg helpen. Want nu heb ik nog maar 1 magic. En 1 magic, daar heb je maar 1 vaasje voor nodig. Maar ik gebruik ze wel alle 3. En dat is ook stom. Dus je moet echt sparen voor nieuwe magic. Maar ja. Fucking vijanden worden echt veel te sterk. Dus ja, je maakt het jezelf eigenlijk wel makkelijker door als de dwarf te spelen. Die heeft ook veel minder magic nodig. Die heeft in totaal 4 fases magic nodig voor zijn beste magic aanval. Kom je daar ook niet zo ver mee. Want zijn beste magic aanval is waarschijnlijk even goed als de slechtste van deze. Maar... Ja, dan alsnog. Ik bedoel, je kan wel even gewoon... hoppatee, weet je wel. Ja? Yeah? Hoppatee. En ja, je kan dan 1 stuk doorslaan en dan gaan al je vijanden dood. Maar goed, in ieder geval. Nu kan ik wel wat vreten gebruiken, maar... Oh, daar is die. Kijk. Kijk, en dan pak je dat en dan krijg je vreten. Ik wil die fucking magic. Is je weg?
moet je wel alle magic pakken voordat het spel verder gaat eigenlijk. Dus je kan al zien waar we allemaal geweest zijn. We zaten eerst op een schildpad en nu gaan we via een fucking vogel naar een fucking kasteel of zo, naar level 5. Het zijn totaal 8 levels. Dus ja. Hier, en je zit nu, je kan het voor geen meter zien, want het lijkt alsof we gewoon ergens op de grond staan, maar we zitten op een fucking vogel. Zo ziet het dus uit. En als je hierheen gaat, dan schop je ze er zo af. Hoptee, oh. Hoptee. Kijk, dat is een vogel. Maar dit is een, hier, dat is gewoon een fucking grond op zijn rug. Wauw. Oh shit, ik moet wel verder. Geef me die draak. Echt jongen, die geluid van dat vuur klinkt niet eens als vuur, dat klinkt gewoon als een gillend kind ofzo. Oh, gillend kind. Als het kind een demon zou zijn ofzo. Oh ja, je kan met die draak ook tegen je vijand aanspringen, alleen dan heb je geen vuur. Fucking hell, spring in dat vuur, je vies met je druiven. Ah, jezus. Loopt die draak ook nog weg? Ja, diermishandeling, hè. Dan loop je weg bij je baasje. Fuck. Fuck. Fuck off met je druiven. Ik ben verder helemaal niet agressief of zo, hoor. Ik ben gewoon fucking fan van Golden Axe. Ik kan er alleen geen fuck van. Holy shit. Oh, fuck the fuck. Waarom heb ik nu niet betere magic? Serieus, ik heb ook echt geen kansen meer gehad om magic te krijgen. Dat is fucking... Wat zijn dit voor mannen? Jezus. Met die zwaarden, die zijn zo fucking groot als je fucking... Zo groot als je moeder dik is. En je kan niet eens fucking al... Je moet gewoon heen en weer blijven trappen en op het beste hopen. Maar dat duurt wel echt een eeuw, weet je. Ik wil eigenlijk wel mijn magic opsparen om een keer echt de... Oh wacht, ik heb de level 6 magic al laten zien. Ja. Maar die was wel episch, want de eindbaas ging hem bijna in één keer dood of zo. Of gingen ze ook in één keer dood. Is die andere nou weer buiten beeld gevallen? Want dat gebeurde mij echt nooit als kind. Maar nu is het echt... Ik hoorde hem niet doodgaan in ieder geval. Dat kan ook niet, want dat is veel te snel. Misschien als ik mijn magic doe, dat hij dan geraakt wordt per ongeluk en terug het beeld in komt of zo. Want ik heb echt geen idee wat ik moet doen als die buiten beeld valt. Dat is het enige wat je dan kan doen, het spel niet opstarten. Maar dat is echt me nog nooit gebeurd. En nu, vandaag speel ik het, gebeurt het wel. Maar goed, ze zijn dood. Oh, je gaat meteen door naar stage 6. Geen kampvuur, helaas. Oh, wel beestjes. En gewoon drio krijg ik ze wel allemaal. Dit is echt veel magic. Ik ben blij dat ik net magic gebruikt heb. Dit is echt... Oh, fuck yeah. Oké. Nice. Ik heb in ieder geval level 3 magic, wat al aardig goed is. Holy shit, dit zijn wel veel mensjes, ja. Oh, niet... Hier, die gast die heeft zo'n grote hamer en dan geeft hij zo'n klein trapje, weet je wel. Oké, ik gebruik mijn magic nu gewoon, want die basis zijn kut. Oh, allemaal vuur en zo door de lucht. Het ziet er niet echt spectaculair uit of zo, tenzij je echt de beste magic hebt. Oh, het wordt een fucking spook. Maar dat vind ik echt wel stoer. Hopelijk ga ik niet dood. Nou, ik ga vast wel een keer dood weer. Ik bedoel, kom op. Maar, yeah, level 6. Gaat dood met je fucking hamer. Ik steek je hamer in je eigen reet. Maar niet met het handvat, maar met de andere kant. De steen op de hamer. Nou, dat zal wel. Gaat hij niet fijn vinden, maar als ze doodgaan gaat hij ook niet fijn vinden. Kan ik hem gewoon... Oh, kijk, ik heb hem. Hoppatee. Komen de fucking... Oh, twee skeletten en een man. En een... Oh, what the fuck? Man met de fucking grote... Dat is niet de Golden Axe, toch? Ja, dat vraag ik aan jullie. Ik zie nu iemand een boze comment sturen van... Nee, natuurlijk is dat wel de Golden Axe. Nee, dat is het niet, hoor. Golden Axe ziet er best wel fucking pittig heftig uit en dat is hem niet. Fucking skelet en op snel aan de kant. Op snel aan de kant. Ja, mijn Nederlands is het goed, jongen. Oh shit, jongen, die gast kent ook magic.
Maar die heeft echt gewoon andere magic dan ons. Onze magic vult het hele scherm, weet je wel. Fucking kut. Vieze skelet. Wow. Wat deed hij daar? Maar je gooit ze weg. Maar als je ze tegen vijanden aangooit, heeft het helemaal geen zin of zo. Dat is ook wel weer stom. Ik zeg best wel vaak dat dit spel stom is, maar... Hoe de fuck kun je daarvoor aan de kant? Dat ging opzij. Hoppatee. Ik spring er zo overheen. En dan word ik weer geraakt door die vieze skelet. Ik denk dat je die grote het beste het eerst kan afmaken. Maar die doen er ook langst over. Dus dat heeft weinig zin, weet je. Nu schop ik ze weer buiten beeld. Dat is Hij ging in ieder geval dood. Ik hoorde hem schreeuwen. What the fuck kan niet eens normaal aanvallen? Deze bis kan echt niks met haar zwaard, weet je wel. Dat is dus wel het vetste character ooit, want ja. Dat is een fucking Amazon bitch. Hopelijk nog 2 credits. Fucking hell, er is ook een cheat voor dat je met 9 credits speelt. Maar die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Had geen zin om hem te doen. Ik heb ook al 5 lijven of zo. Dit is echt... ik maak mezelf wel heel makkelijk zo eigenlijk. En nog steeds zuig ik er... Is het weer in. Ja, ik denk, ze hadden, ja, ik weet niet, de combat van, weet ik veel, physical combat, dat speelt gewoon heel lastig, tenzij je gewoon Gilligan's bent, want die heeft gewoon overpowered physical combat, dat is echt gewoon een paar klappen op het thema. Ik weet niet, ik speel gewoon graag als een chick. Holy fuck, what the fuck, man? Waarom? Ja, Jezus. Sterf. Hier, ik kan hem niet eens slaan met mijn chick. Ho, ho. Ja, ik sla hem helemaal naar de teuring. Holy shit. Hij zat gewoon een wat langer zwaard moeten hebben. Dan was alles prima geweest. Ook al is ze dan wat zwakker dan de andere kerk. Dus dan kan ze het in ieder geval raken. Hij is eindelijk dood, zeg. Fucking hell. Ja. Deurtje door. Zul je zien, hè? Klop je op de deur, is er niemand thuis. Wow. Was dat het? Dat zijn... Zijn dat fucking mensen die door hem ontvoerd waren? We zijn nog niet eens het laatste level. Dat was level 6. Het zijn 8 levels. Ah, hoppatee, we gaan door de deur. Ik wil straks die Golden Axe wel hebben. Fucking onsterfelijk worden en shit. Holy shit. Oh, nice. Ah! Ja, dat was de bedoeling. Hier kun je tenminste vijanden eraf schoppen als ze er zelf niet aflopen, weet je wel. Holy shit. Dit zijn weer van die donkere. En daar bedoel ik echt niks racistisch mee, maar ze zijn gewoon donker. En die zijn gewoon het sterkst. Hoppatee, in het gat. Nou, die krijg ik vanaf daar niet in het gat. Kan ik voor me aan de kant springen? Op! Oh nee, hij gooit mij erin. Dat was... Dom van mij om te proberen. En nu ziet hij die fucking magic poppetjes hier. En ik wil die magic hebben, maar ik moet mijn vijand ook verslaan. Oh, spring ik er weer in? Nee, gelukkig niet. Wel voor de magic verdwijnt even oppakken. Oh shit, ze gangrapen me fucking hard. Die skeletten nou ook nog een keer... Nee, gooit die mij erin. Dit is echt moeilijk. Ja, hè? Oh, nog één. Ah, dus ik denk dat ze per ongeluk 2 keer kwamen of zo. Omdat ik... oh shit, ik moet nog eentje hebben. Nog eentje. Nee, what the fuck? Thank you.
Oké, nou, we moeten het met 5 magic doen. Oh shit! Fucking hell, wacht, niet mij hierin te gooien. Ha! Lekker voor je, vieze, vuile fucking faggot. Hoppatee, jij gaat erin. En, oh fuck, ik ga er niet in. Jij gaat erin. Oh, lekker voor je. Oh, die was er nog niet. Kom dan. Ja, ga erin met je gezin. Nee, ik heel er niet in. Oh, fucking hell. Ik zei, ga erin met je gezin. Vieze. Holy shit. Goed moment voor magic, lijkt me. Wow, what the fuck. Ik verander in een bal lava. Ah, ze zijn nog niet dood. Ze denken al dat lava en dat goud dat smelt. En dan krijg je zo'n Game of Thrones gezicht van. Maar goed. En ga sterven in je kribbe. Jezus. Oh ja, je kan ze er ook gewoon in gooien. Dat is helemaal niet zo moeilijk dan. Kom dan. Ja, nu kan ik hem erin gooien. Ja, zonde van de magic. Maar goed. In principe, als je ze erin kan krijgen, is het dan wel een makkelijke eindbaas. Want hier, dat is het fucking Death Adder. Volgens mij, denk ik dan. Maar hij heeft ook de Golden Axe niet, weet je. Dat is gewoon dom. Ik bedoel, je bent fucking het beste wapen in de fucking wereld. Het wapen waar het spel naar is vernoemd. En je hebt hem en je gebruikt hem niet. In plaats daarvan dreig je hem kapot te maken als je... Oké, ik stierf 2 keer met 1 leven. Maar in plaats daarvan dreig je hem kapot te maken als de fucking bitches niet naar je luisteren, weet je wel. En dan heb je hier 2 skeletjes om je heen te dansen. Ik bedoel, deze vent is al fucking moeilijk. En dan... Want hij heeft gewoon ook magic die het hele beeld in beslag neemt. Dat kun je toch nooit aan? Zie je? Dat kun je nooit ontwijken. I'm just saying. En die skeletten die worden niet eens doorgeraakt. Ik bedoel, als ik magic gebruik, dan raakt iedereen op scherm. Holy shit! Hoe de kut, tyfus, wil je dat ik dat ontwijk? Hey, what the fuck? Hij heeft een fucking paarse draak of zo. Oké, nou, ik ben weer dood. Hier, what the fuck, mensen. Dan kun je toch echt gewoon geen flikker doen? Hier. Je kan echt geen flikker tegen hem doen. Hij heeft je gewoon constant. Dit is echt... Oh, en dan sta je op en dan word je meteen gegangraped door die 2 skeletten. Ik bedoel, het is... Ja, gewoon geen kans, jongen. Jij en jij... Hier. What the fuck? Hoppatee! Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? Wat denk... Oh. Ja, ik kan ze inderdaad spammen met schoppen. En dat is het makkelijkste om te doen. En dan alsnog is het kut, maar... Dat vind ik ook weer zo... Dan heb je zo'n vet, bruut vechtspel en dan ga je alleen maar schoppen. En dat is eigenlijk gewoon 2 keer naar een kant indrukken en schoppen. Nou, hoi. Dat het hele spel lang doen. Steeds opzij en schoppen, opzij en schoppen. Nee. Vind ik nogal saai. Maar ik vind het wel fucking kut dat ik gewoon hier niks kan doen. Game over. Serieus, was dat het? Oh, shit, oké. Dat was het fucking laatste level, hè? Ga ik game over? Nee, dank je. Nee, ik ga gewoon verder. Goed zo. Ik zal het laatste leveltje nog even halen. Hier. Hoppatee. Zo. Fuck yeah. Nu heb ik wel weer 1 magic. Dat is super handig natuurlijk. Oh. Ik ga dit nu echt wat beter aanpakken. Ik wil eigenlijk ook niet de hele tijd schoppen. Maar ik kan ze niet slaan, want dan... Dat lukt gewoon niet. Hey, ik probeer het fucking hard, man. Ja, zie. Gewoon 6 van die dingen. Dan moet je hem schoppen eigenlijk. Want anders word je sowieso wel door 1 van die 6 geraakt. Ook al spring je als een kip in het rond. Fuck you. Ja, het is wel als hij zijn magic gebruikt, weet je dat je naar hem toe moet. Oh, ik heb hem. Fuck je. Ah, kut skelet. Oké, ik ga mijn magic gebruiken, man. Nee.
fucking simpele level 1 magic, maar hij werkt. Fuck yeah. Sterf met je aanbijen. Fucking hell. Oké, gaan we. Hier, je staat op en je wordt meteen gegangraped. Je kan, zeg maar, je hebt gewoon... Je kan niet eens meteen een knopje indrukken en ervoor zorgen dat jij degene bent die aanvalt nadat je opstaat. Het is wel, zeg maar, het is een heel vet spel van vroeger. En echt, iedereen vindt het geweldig, maar er is eigenlijk best wel veel mis mee, weet je. Oh, en ik vind het ook geweldig. En die fucking, dat spel van deze chick alleen dan, die in 2008 uitkwam, die heet Golden Axe Death Rider. En dat spel was echt helemaal niet geweldig, maar alsnog vind ik het super stoer. Want het is een Golden Axe spel, dat draait om mijn favoriete character. Nou, hey, fucking hell, lekker wijf, hoppatee, dat dingen onthoofd. Serieus, in dat spel onthoofd je zoveel dingen. Je onthoofd zelfs een ondood wijf dat in de hel woont of zo. Ik bedoel, dat is... weet ik veel. Een of andere vaag wijf met twee neusringen of zo. Hoppatee. Hier, het kost gewoon... Ik ben hetzelfde gevecht. Ik ben al een hele credit kwijt. Hè? Met alle levensbalkjes en zo. Oh, daar gaan we weer. Dit is gewoon de hele tijd heen en weer schoppen, weet je wel. Dit is een goed spel. En ik denk als je er goed in bent, dat je dan echt veel plezier eruit haalt. Als je echt veel beter bent in vechten dan mij. Want ik moet het gewoon vooral hebben van iemand schoppen en op mijn bek gaan. Iemand schoppen, op mijn bek gaan. Weet je wel. En... Oh, what the fuck. Ah, jezus. En dan mislukt het, weet je wel. En hij heeft fucking veel magic. Ik zie hem niet fucking dwergen in elkaar stompen om magic te krijgen. Waar haalt hij zijn magic vandaan, weet je wel? Het zou gewoon heel chill zijn als je magic of zo regenerate of zo, of weet ik veel. Dan ben ik weer dood, hoor je weer schreeuwen alsof ze fucking gemarteld wordt. Want in principe ook, ik bedoel, je wordt fucking geslagen door een bel en skeletten en shit. Je kan niet eens aanvallen voor het skelet iets doen. Echt jongen, dit gevecht is naar mijn idee al de halve fucking let's play of zo. Dit ene fucking gevecht. Dit is het ook gewoon een spel van vroeger en daar is het moeilijk voor. Want die spellen waren dus zo fucking moeilijk. Ik weet niet of ik dat ooit nog fucking die zin had afgemaakt vorige keer. Maar dit spel is dus zo fucking moeilijk. Omdat vroeger betaalde je gewoon per potje. En als je dood was, als je zo'n credit verloor, zeg maar... Dan moest je een nieuw muntje betalen. Dus daarom waren die spellen zo moeilijk. Want dan moest je muntjes blijven betalen. En dan had je ook niet... Oh, hij is dood. Had ze flats. Bijlen ze... God. Maar dan moest je dus een muntje betalen. En dan kon je verder spelen waar je was, zeg maar. Ook al deed je 10 muntjes achter elkaar. Weet je wel. Daarom waren die spellen zo fucking moeilijk. En daarom heb je in de consoleversie heb je ook beginner mode. En dat is eigenlijk gewoon een hele normale moeilijkheid. En arcade, dat is dus echt super fucking moeilijk. Ja, ik speel het eigenlijk gewoon altijd in arcade mode. Weet je wel, en deze mensen zitten nu te janken. Die vent, ik bedoel, volgens mij zijn we net 3 dagen binnen geweest om te vechten tegen die vent of zo. En die vent hier, die ligt nog steeds buiten te janken en zo bij zijn wijf. Ik bedoel, what the fuck. Nou, en dan is het gewoon klaar. En dan, zijn we gewoon, en dan komt die schildpad weer in beeld. En dan, hoppatee, staat er Finn. Finn, dat is, weet ik veel. Frans voor einde, Italiaans, weet ik veel. Maar goed, ja, als jullie dit helemaal gekeken hebben, dankjewel. Als jullie me nog een spelletje zien spelen, zeg het even. Want ik kan makkelijk zo'n kort spelletje even spelen of zo op de middag. Niks aan de hand, kost me niet te veel... tijd die ik aan school moet besteden eigenlijk en zo, want ik zit op het HBO en zo en het is echt fucking kut, ik heb het echt druk en het is fucking deprimerend en, maar goed, in ieder geval ik kan Golden Axe 2 gaan spelen en weer als dat lekkere wijf. Golden Axe 3 is er ook, maar daar heb je andere characters ofzo, dus laat mij in de comments weten wat jullie van mij willen zien. Als jullie willen dat ik voor altijd oprot en mijn eigen graf ga graven en erin springen, hey, ga je gang, want dat was toch mijn plan B. Maar verder zeg ik gewoon bedankt voor het kijken en geniet nog even van Krimi TV. Op het Engelse kanaal, weet je, ga ik ook gewoon weer meekijken met jullie en dan zien we elkaar vanzelf alweer. Ik comment onder de naam Pixel Trip. En ja, oké. Tot de volgende fucking keer en niet te veel masturberen, kinderen. Doei!